Het plan voor deze video is om jullie in POV-stijl mee te nemen naar Monaco. Ze schijnen hier nogal streng te zijn, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit zal gaan verlopen. Voordat wij gaan beginnen met deze video, wil ik jullie eventjes vragen om te abonneren op mijn kanaal. Het kost niks en het helpt mij ontzettend erg om uiteindelijk nog betere content voor jullie te kunnen maken. En met dit gezegd te hebben, laten we beginnen aan dit avontuur. Daar gaan we. 3, 2, 1... Yo, ik ben Tim en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Allereerst begin ik met een comment van een van jullie en deze keer is dat deze comment geworden. Ik ben in het zuiden van Frankrijk, momenteel in Monaco. En hier wil ik van allerlei vette POV shots gaan maken. Wacht even. POV, voor diegene die dat nog nooit gehoord hebben, dat is point of view. En ik heb hier dus een GoPro met een bitje, die doe ik in mijn mond. En dan zie je dus exact wat ik ook zie. Of nou ja, bijna exact. Dat is de bedoeling. Hier achter mij zie ik al een hele mooie trap ding. Ik weet niet wat het is. Duur hotel. Het is allemaal heel duur, dus ik weet ook niet of alles kan hier. Maar we gaan wel ons best doen. Voor Lars. Ik doe vandaag even niet mee. Een beetje lastig, hè, dit. Ik kan behind the scenes wel filmen stiekem, hè. Dan zet je me even ergens neer. Valt toch niet op. Ik hoor toch niet. Ja, precies. Dat is een goeie. Dat ik bij jullie hoor. Nee. Ik ben gehandicapt. Ik ben helemaal niet vrienden. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ik introduceer Lars net, maar volgens mij had ik nog niet gezegd wie er nog meer meedoen, toch? Nee. Goed, we hebben Boas, we hebben Timo en we hebben Wienold. Die zijn gezellig mee op trip. Ja, ik denk dat ik genoeg heb verteld, toch? Zal ik maar gewoon gelijk eventjes hier naar beneden... Ga jij even naar beneden anders? We zijn onderweg naar boven hier. Boas die gaat voor mij uitrennen zometeen. Ja. Het wordt een beetje improviseren, want ik ben bang... Dat is een beetje de vraag. Wat je hier kan, ja. Deze jump... Nee, dat is kut, hè? Ja, dat kan wel. Zoiets zou wel dik zijn, dus daarmee beginnen. Kijk of ik gelijk hierheen kan. Oh ja, dan moeten er geen mensen beneden staan. Ja, dik. Zeg, kijk, als we op die manier gewoon bam 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 naar beneden gaan. Zou je kunnen sliden of zou ik dan echt een hele been? Je hebt wel korte broek. Ja. Oh ja, okay. Kan wel, maar jij gaat wel je been ophalen. Ja, doe jij die dan maar lekker. Oké, maar dan moet hij er iets spectaculairder uitzien als net. Ja. Oké, 3, 2, 1. Dat is best lastig dit. Ja, deze is lastig. Deze trap is even rot, ja. Even kijken, misschien deze jump erin. Bam, die. En dan door. En dan jump ik die, dan ga ik naar de straat. Wil je hierop staan of van daar op de grond springen? Nou nee, die ja, punt. Maar dat is echt kut hoor, dat is echt impact van hier tot ook. Ja, dat is wel kut, ja. Ik denk wel dat dit de laatste keer is, want mensen kijken ons wel aan. Ja, vind ik heel gek, we zijn in het fucking duurste land van Europa en wij zitten hier lekker zand te smakken. Dat is toch leuk? Kijk hoe mooi dan ook even het uitzicht hier. Ja, dat vind ik eigenlijk wel tegenvallen hier met de kramen. Ja, oké, dat is waar. We zijn dus gewoon een heel stuk Monaco erbij aan het bouwen, hè? Ja, zo gruwelijk, gewoon op zee. Want eigenlijk was hier de kust. Stel je koopt een huis aan de kust en opeens staat er een fucking heel stuk... Ja, dat is wel rottig. Die huizen zijn hier niet goedkoop. Nee. Sorry. Zo, deze slide doet pijn aan mijn reet, gast. Ja, je zit hier zo'n hapje uit en daar gaat hij zo... Gaat blauw worden, denk ik. Ah, goed, ik wacht even op deze mensen. Ik maak hem gewoon zo af. Ja, doe gewoon in je draai, knip je hem gewoon. Ja, precies, precies. Maar wat ga je hier nou doen? Dat gaan jullie nu zien. Impact was hard, jongen, van die sprong. Ja, dan neem ik van de trap, niet zo moeilijk doen. Oi, oi, oi. Ik zei het. In mijn laatste POV ben ik natuurlijk boten opgegaan. Vissersboten, dat deed ik in Nederland. Maar ik denk niet dat ze het goed gaan vinden als ik hier op de boot ga veren. Nou, wat denk jij? Denk het niet. Nee? Zullen we het wel vragen? Wil je het vragen? Ja, we lopen dadelijk toch langs een paar mooie ja, bootjes. Vraag het gewoon, schijt. Ja, toch? Ja, we doen het. Kijk ook even wat je allemaal ziet hier, jongens. Lijp, hé. Lekker geluidje, hè? Wow. Niet normaal, hè? Je kijkt je ogen uit. Oh. Parlez anglais? I have a question.
We are YouTubers from the Netherlands, and we are doing a city trip through Monaco. And I do flips, like free running parkour. And now I'm looking to do just one flip on a yacht. But I'm not sure if it's possible. But if Five you don't seconds, ask, you never then know. We are leave. Most of the yachts, I don't think they will allow. But no. But you try it. Okay. But on this one, it's not possible. No. Okay. No. Okay. Thank you for your time. Bye bye. Dit wordt echt een moeilijke, Timo. Ja. Maar je weet wat deze boten kosten, hè? Ja, veel. Wat zei die dan? Wienot heeft het net opgezocht. We gaan het even vragen aan Wienot. Wienot, wat kost zo'n bootje? Deze heb ik net opgezocht. 84,5 miljoen euro. Oh, dit is een kast. Dit ding. Can I ask you something? We are YouTubers from the Netherlands and we're doing a little city trip through Monaco. But now we are looking for a yacht where we can do one backflip on. En toen gebeurde er wel iets heel toevalligs. Wienot raakte aan de praat met de eigenaar van deze boten en die bleek dus Nederlands te zijn. Hij vond het hartstikke tof wat we deden en hij gunde ons een kijkje op de boot. Nou, Timo en ik die waren net in ons perfecte Engels aan het vragen of de boot mogen. En wie heeft het weer gefixt? Maar er staat hier een Nederlandse meneer, niet op beeld. En die zegt, joh, die boten zijn voor mij en kom er gezellig eventjes een kijkje nemen. Ik heb het gevraagd, want zij durfde niet. Nou, ja, we waren al bezig. Ja, jij niet, jij kan geen Engels. Hey, hartstikke bedankt, superleuk. Het ding is dus, ik moet een salto doen. En ik heb geen idee of dat hierop lukt, want dit is heel klein. Lijkt misschien op de GoPro groter, maar het is een hele nauwe ruimte. En dit weet ik niet of ik daar een flip op mag doen, want het is natuurlijk een super dure boot. Gelukt jongens, backflip op een jacht, toppie. Ik wil wel het bedrijf eventjes graag bedanken dat we op de jacht mochten, Stichterman. En dan is het nu tijd voor weer wat actie in de tent. Ik zei wat actie in de tent, maar we zitten weer op een boot. Dit keer gaan we ermee varen en we gaan dus naar Cliff Jumps toe. Wat ontzettend ziek is, maar jongens, dit is echt even niet normaal hoor. Ik ga jullie laten zien hoe deze boot eruit ziet. Zomaar allemaal kunnen, nee, hè? Want nee, we hebben de boot gewoon voor een goed prijsje kunnen regelen. We zijn aangekomen bij een cliffdive spot. Dus we gaan een sprongetje pakken. Ik ben benieuwd hoe koud het water nu is. Het is wel gewoon oktober natuurlijk. Ze hebben hier aan boord een seabob. En daarmee kan je als het goed is onder water een beetje gas geven. Waardoor ik dus niet helemaal daarheen hoef te zwemmen. Het is ook al sick om die boot zo vanaf de zijkant te zien. We gaan op de seabob. Hij trekt wel bijna mijn broek uit. Als het goed is, kan je ook onder water met het ding. Alleen hebben jullie dan niet meer zo heel erg lekker geluid. Sorry daarvoor. We hebben hier een kleine grot. Moeten we natuurlijk wel even binnenkijken. Het
Sick. Ah, we hebben nu genoeg gekloot. We gaan even het serieuze werk doen. Het is tijd voor een cliffjumpie. Dat zou hier moeten kunnen. Alleen even uitkijken voor zeeegels. Dit zijn altijd wel echt de beste rotsen om te cliffjumpen. Je hebt gewoon verschillende hoogtes. Je kan er best wel makkelijk op. Het water is super diep. We hebben een seabob en een boot, maar dat is exceptioneel natuurlijk. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Maar dat is wel heel ziek om een keer mee te maken. Kijk dan wat sick. Ik zou vanaf het boompje daar naar beneden kunnen springen. Maar eigenlijk wil ik het daar doen. Want ja, ik weet niet. Ik zie gewoon nu niks hier bij die boom. Ik denk dat ik nu perfect een plat stukje rots heb om een sprongetje te gaan doen. Daar gaan we. Heerlijk. We kunnen nog wel hoger. Alleen ik wil even kijken waar. Ik ga eventjes hier recht omhoog klimmen. Ik zie jullie boven. Ik ga hem niet POV filmen, want ik ben bang dat ik mijn tanden breek met dat ding in mijn mond. Maar wat ik ga doen, is dat trouwens wel heel kut. Saltetje wordt ook lastig op deze manier. Maar wat ik ga doen, is ik hou gewoon de camera naar beneden, zodat het een POV lijkt. En dan zou het goed moeten komen. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ja, zo is die mooi schoon, Lars. Als jij daar nou blijft staan, maak ik even een saltetje over je heen. Een leuk idee. Oké, deze gaan we niet POV filmen, want ik wil dit even goed hebben. Ik heb heel eventjes gekeken wat ik hier kan en wil doen, maar ik heb hem. Hallo meneer. Een leuke POV. Nou, althans POV. Ik heb natuurlijk een hoop verschillende dingen gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een duimpje omhoog achter. Een leuke reactie hieronder. Vergeet niet te abonneren. Vergeet de jongens die mee waren niet te checken in de omschrijving. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later. Het is trouwens hier helemaal dik en blauw van die slide die ik als eerste deed in de video. Dat is het resultaat.